Wees nu plezier. Terug van Lakeside. Was het een verrassing tegen Dennis Nielsson? Beetje onderschatting misschien? Nee, geen onderschatting, maar niet verwacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei tegen iedereen van als ik doe wat ik heel de week doe. En als ik doe wat ik kan, heel het jaar eigenlijk, de laatste half jaar. Dan zou ik die wedstrijd gewoon winnen. Maar hij was zo gigantisch goed. Zeker op de belangrijke momenten, dan hij miste niks. Hij strafte alles af, terwijl je eigenlijk de man bent van het podium. Ja, eigenlijk wel. Maar nee, wat ik zeg, volgens mij heeft hij niet een volle hand op de dubbels geweest. Dus hij gooide alles uit wat hij zag. En dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Loop je wel eens tegenaan en zie je dat het op dat moment is. Wat ook kan gebeuren is dat je nog een modusticket wint. Hoop je hem eigenlijk te gebruiken? Nou, liever niet eigenlijk. Heb je een plan voor de Q-School? Hoe je het gaat doen? Of ga je hetzelfde als vorig jaar doen? Of een plan, gewoon ja, mijn ding doen. Zoals dat ik het eigenlijk het hele jaar doe. Niks bijzonders. Gewoon mijn trainingjes meepakken, toernooitjes meepakken. En uiteindelijk hopen dat ik mijn toolkaart haal dit keer. Omdat voor de situatie verandert er eigenlijk niks voor jou. Je hebt eigenlijk gewoon weer een goed jaar gehad. Je mag niet heel erg klagen. Ja, het laatste half jaar was goed. Laatste half jaar, ja, het begin was heel moeilijk. Goed weten om te draaien. Dus eigenlijk verandert er niet heel veel. Jij bent eigenlijk samen met Babels wel een beetje de man voor Europe. Misschien wel, ja. Ja. Ik voel mij zo niet. Maar ik weet, als ik doe wat ik kan, dan kan ik een toolkaart halen. Neig je ook heel erg naar die toolkaart? Nou ja, vorig jaar meer dan nu. Ik wil hem heel graag halen. Maar als je kijkt wat de mogelijkheden buiten de toolkaart zijn. Leeks uitspelen, waarvan ik nu al zo goed als verzekerd ben ook voor vorig jaar. WDF-toernooien, meepakken, Euro Tours, Challenge Tour. Maar het liefste haal ik hem wel nu. Maar één keer. Komt het ook dat de druk minder wordt, omdat het backup programma is tegenwoordig zo groot, je kan zoveel kanten op. Maakt dat ook makkelijker? Dat je denkt, dan maar niet, dan gaan we de andere kant op. Nou ja, makkelijker niet, want je wil hem natuurlijk ten alle tijde halen. Want je gaat niet naar de Q-School om te denken van, tenminste ik niet, voor de Challenge Tour. Maar er zit natuurlijk een gigantische backup in. En je weet nu al dat je geplaatst bent voor Lakeside, ik heb het gegooid. Ik weet wat het is om het te gooien. En ik heb een supermooie week gehad. Tuurlijk. Zuur dat ik hem verloren in de kwartfinale, maar voor een eerste WK kwartfinale ben ik meer dan tevreden. En hopelijk volgend jaar, mocht ik geen toolkaart halen, de titel. We gaan het zien, Wesley, dankjewel. Geen probleem.